Vandaag zijn we bij hockeyvereniging MEP, waar voor de jeugd een clinic gehouden wordt. Daarnaast zijn we in Simeonshof, waar de bewoners gaan koersballen. MEP heeft sinds kort een nieuw clubgebouw. Maar een clubgebouw moet ontworpen worden. Naast mij staat de architect, of één van de architecten van dit gebouw, Hans van Stekelenburg. Ja, ik heb het gebouw samen met Elke Goossen, we zijn met z'n tweeën betrokken bij MEP, hebben we samen ontworpen. Als je zo'n gebouw ontwerpt, want jullie hebben heel veel dingen al ontworpen met jullie bureau, maar als je zoiets ontwerpt, is dat iets speciaals? Moet je dan speciale dingen kijken? Ja, dat klinkt flauw. Iedere opdracht is natuurlijk speciaal, maar dit zijn natuurlijk vooral heel praktische gebouwen. Dat het niet in de eerste plek dat er heel mooi uit moet zien. Als dat kan, is dat mooi. Is dat mooi meegenomen. Maar de eerste plek is natuurlijk zo dat het heel praktisch moet zijn. Gewoon heel, er zijn eigenlijk heel simpele eisen aan zo'n gebouw. Het moet een beetje vandalisme bestendig zijn. Het moet gezellig zijn. En even kijken, wat moet er nog meer? Het moet vooral niet, het mocht in dit geval niet al te duur zijn. Want er is natuurlijk relatief weinig geld in zo'n vereniging. Dus alle beslissingen die je moet nemen, die moet je steeds langs de maatlat van het geld leggen. De binnenkant, de inrichting, hebben jullie ook gedaan? Dat heeft eigenlijk vooral Elke gedaan. Daar heb ik me niet. Ik heb eigenlijk de bar ontworpen. Elke heeft zich met de meubels en de kleuren bemoeid en met de kleuren van de wandafwerkingen. Maar dan zie ik dus toch een verschil met de meeste clubgebouwen of clubhuizen. Er staan geen stoelen bijna. Maar veel hout verwerkt en zo, is dat met een speciale bedoeling nog gedaan? Ja, de bedoeling dat het en robuust is en dat het makkelijk schoon te houden is en dat het vooral natuurlijk relatief goedkoop is. Dat was natuurlijk een belangrijke leidraad. Het ziet er in ieder geval mooi uit. Dankjewel. Naast mij zit Marinel Brouwers, activiteitenbegeleidster van Simeonshof, waar jullie heel veel organiseren, heb ik gezien. Vertel eens wat jullie allemaal doen. Met mijn collega Marjan Verkatover samen hebben we heel veel activiteiten. En dat kunnen we eigenlijk een beetje verdelen in twee groepen. De ontspanningsactiviteiten, waar het koersbal onder andere onder valt en de andere sporten. Maar ook voor de mensen die wat meer begeleiding nodig hebben, hebben we ook een soort van de ochtend, een soort dagvulling voor mensen die dat zelf niet meer helemaal voor elkaar krijgen. Dus ja, bij elkaar zijn dat heel veel activiteiten. Maar ontspanning, dan moet ik denken aan kaartavondjes of ochtendjes. Kaartavonden, kienen, koersbal, golven, biljarten, handwerken, creatief. Dat zijn alle andere technieken behalve de echte handwerktechnieken. Dus bij elkaar zijn daar heel veel activiteiten. Nou viel mij op dat een aantal van de activiteiten eigenlijk sportactiviteiten zijn. Of beter gezegd, bewegen. Waarom zoveel activiteiten voor bewegen? Omdat in beweging blijven het lichaam sterker houdt, sterker maakt. Waardoor mensen minder makkelijk vallen. Waardoor ze wat soepeler blijven. Waardoor ze wat langer zelfstandig dingen kunnen blijven doen. En ja, daarvoor is in beweging blijven op wat voor manier dan ook gewoon heel erg belangrijk. En daarom veel sportactiviteiten. Ja. Nou, dan gaan we eens een paar van die activiteiten doornemen. Jullie hebben ook bewegingsbijeenkomsten of zoiets? Nou, we hebben in ieder geval meer bewegen voor ouderen. Dat wordt gedaan door Mieke Daniels en die heeft ook diploma's gehaald om dat te mogen geven. En dat vind ik ook wel heel belangrijk, want je moet wel weten wat je mensen kunt vragen. En als mensen een beperking hebben, houdt ze daar ook rekening mee. Dus dat is heel belangrijk. We hebben het golven, dat is een club samen met Elisabethsdaal. De ene maand spelen ze hier op vrijdagmorgen en de andere maand gaan ze naar Elisabethsdaal om daar te spelen. En één keer in het jaar hebben we dan ook nog een wedstrijd met Molenweide, want daar hebben ze ook een golfclub. Dus die interactie is gewoon heel belangrijk. Want ja, de sociale contacten tijdens activiteiten zijn natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Maar je zei één keer per jaar hebben we een wedstrijd. Is het wedstrijdelement niet belangrijk bij jullie bij deze zaken? Sommige mensen zijn ontzettend fanatiek en willen elke week winnen. Maar het is die wedstrijd met Molenweide samen is toch wel welk huis
er het beste van afkomt. Dat heeft dan toch ook met het gevoel van welk zorgcentrum staat net een beetje boven het andere wat golven betreft. En die competitie is natuurlijk een extraatje wat we dan maar één keer per jaar aanwerken. Maar net als bijvoorbeeld bij biljarten is ook geen competitie, maar is echt recreatie. Dat is echt recreatie, biljarten, ja. Clubje is ook niet zo groot, er kunnen nog wel wat nieuwe leden bij. Maar het is, die komen zijn, ja, die vinden het heel gezellig en die doen het graag. Dus daar is de wedstrijd onderling is leuk, maar het is niet het belangrijkste. Het samen bezig zijn is belangrijker. Nou zitten we vandaag hier bij koersbal. En het was voor mij een vrij nieuwe sport. Maar ik zie dat de mensen, één, al bedreven zijn erin. En twee, dat ze ontzettend veel plezier in hebben. Ja, maar ik denk dat plezier erin hebben ook wel een hele belangrijke factor is. En dan heb je niet in de gaten dat je fanatiek bezig bent. En dat je toch goed in beweging bent. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar dit is een hele fanatieke club. Er zitten ook heel veel mensen bij uit de aanleunwoningen. En je merkt wel dat die ook nog iets fitter zijn als de mensen die hier in huis wonen. En ja, om dat in stand te houden is natuurlijk alleen maar geweldig. Die activiteiten zijn denk ik een stuk gebaseerd op vrijwilligers die hier komen. Ja. Heel veel wordt gedraaid door de vrijwilligers. Als activiteitenbegeleider plannen we het en regelen we het. Maar de uitvoering is in heel veel dingen, vooral de alle ontspanningsactiviteiten, vooral door de vrijwilligers wordt dat uitgevoerd. En wij houden vinger aan de pols, maar verder is het heel veel aan hun. En ik ken de regels van het koersbal bijvoorbeeld niet, maar de vrijwilligers wel. Dus prima om dat op die manier dan te organiseren. Zijn er nog meer mogelijkheden voor sport voor ouderen die jullie graag zouden willen misschien? Nou, dan vraag je me wat. Dat is een moeilijke vraag. Ik heb op dit moment niet echt wensen wat dat betreft. Ik weet wel dat ze bijvoorbeeld op Molenweide gaan ze met een paar mensen nog zwemmen. Ja, daar ontbreken bij mij momenteel de vrijwilligers voor die dat willen gaan doen. Dus als daar vraag naar zou zijn, zouden we dus eerst vrijwilligers moeten zoeken die die mensen kunnen begeleiden. Want personeel is er niet om daarmee naartoe te gaan. Die mogelijkheden zijn er niet meer. Maar financieel zou je dat wel kunnen regelen dan? Want het is een dure sport, zwemmen. Nou, de mensen zouden dan zelf het abonnement betalen. En het vervoer, ja, daar komt ook wel wat bij. Maar wij werken heel veel met strippenkaart. En dat werkt toch wel heel handig. Dan iedereen betaalt een beetje. En bij elkaar komt het dan toch wel weer goed. En mensen die niet meedoen of een keer niet meedoen, ja, nou, die betalen dan ook niet. Dus wordt wel heel eerlijk verdeeld. Bij de huidige activiteit heb je daar wel voldoende vrijwilligers voor? Op dit moment hebben we voor de activiteiten voldoende vrijwilligers. Wat een nieuwe vraag, of een nieuwe niet helemaal, maar wat de laatste jaren opkomt, is dat mensen individueel iets willen. Iemand die elke week met een mevrouw of een meneer gaat wandelen of elke week een keer een boodschap gaat doen. En daar is een tekort aan vrijwilligers. Ja. Daar kun je nu een oproep voor doen. Nou, als er mensen zijn die daar graag een steentje bij willen dragen, we houden ons aanbevolen. Dus neem contact met ons op en dan volgt er een gesprek. En dan kijken we wat we kunnen regelen. Het zou ontzettend fijn zijn. Veel succes met jouw werk en bedankt. Dank u wel. Jongens, meisjes, van harte welkom op deze clinic, een hele bijzondere clinic, want de clinic, want we hebben eigenlijk drie jongens uitgenodigd die hier toen net zo oud waren als jullie hier ook op het gras stonden, wat ander gras, wat ouder kunstgras was het, maar hier hebben ze ook het hockey geleerd. Het zijn de jongens van MIP, dat is de start van een hele mooie carrière die ze alle drie mee mogen maken en er staat ook veel mooiere carrière te verschieten, maar ook hun hebben ooit hier een keer in een clinic gestaan en ook hun hebben van hele goede hockeyers hockey geleerd. Dus wat dat betreft heb je drie hele goede leraren, trainer, coaches noemen ze. Rechte been naar voren. Zo, kom net niet op de grond. Zo. En nu andersom. Deze. Goed zo. Naast mij zit Roger van Gent. Een fenomeen in de hockeywereld. Heel bekend. Maar vandaag de organisator van deze clinic. Ja. Daar ben ik heel blij mee. In dienst van een veiling die we een aantal maanden geleden hebben gehouden om geld te verzamelen voor het nieuwe clubhuis. Wat overigens vorige week geopend is en er schitterend uitziet. Het idee kwam bij mij op om de mensen die hier groot geworden zijn, de hockeyspelers, de spelertjes,
die nou het Nederlands team gehaald hebben om die te vragen of ze een kliniek wilden verzorgen. We zijn als kleine club denk ik toch heel erg groot. Al decennia lang brengen wij spelers en coaches voor die landelijk, maar ook internationaal iets betekenen. Roel en Glenn en Jelle waren ook drie jongens die hier groot geworden zijn. En het leek me hartstikke mooi om die hier op het veld waar ze groot geworden zijn, met de jeugd van nu, een kliniek te gaan houden. Ja, de opkomst was toch 78 kinderen. Onvoorstelbaar. Lekker weer. En die jongens kwamen hier vrijwillig graag naartoe, ondanks het drukke programma. Want ze spelen bij het Nederlands team dinsdag, hebben een dubbel weekend gehad. En toch hier naartoe komen om voor de kinderen een plezier te doen. Dan denk ik dat eigenlijk de cirkel rond is. Een mooi nieuw clubhuis, nieuwe velden. En de jeugd die hier groot geworden is, leert de jeugd die nu druk bezig is met hun ambities en hun dromen, om die dromen waar te maken. Ja, wat wil je nog meer? Kun je dan eens iets vertellen over jouw carrière in de hockeywereld, met maar ook elders nog? Ik heb hier gespeeld als jong manneke, 17 jaar kwam ik in Heerenveen spelen, destijds ook hoofdklasse. En je hebt daar 8, 9 jaar hoofdklasse mogen spelen met de oude garde, met de grote garde. Heb ik daar het echt hockey ook geleerd, moet ik zeggen. Het was een heel bijzonder, de clubje uit Boksel, dat hij toch al die jaren hoofdklasse kon blijven hockeyen. Helaas moeten stoppen door een rugblessure op een 27-jarige leeftijd. Begonnen met coachen. Ja, dat ging eigenlijk redelijk goed. Ik heb Den Bosch dames en heren gedaan en Oranje Zwart de heren en nu Tilburg. En 3 keer Nederlands kampioen en 5 keer Europees kampioen geworden met die teams. Naast andere prijzen die ik nog gewonnen heb. Dus ja, in die 26 jaar dat ik trainer coach ben, toch een leuk palmares kunnen opbouwen. Met een aantal hele goede spelers, want ik doe het niet alleen. Gewoon een hele leuke clubs met heel grote spelers. En ik vind het leuk om jonge spelers die hier vandaag waren, zoals een Roel en een Glenn en een Jelle, te helpen om hun ambities. Het Nederlands team en Olympische Spelen om die waar te maken. Als ik daar een klein beetje mee kan helpen met de jeugd, dan vind ik dat hartstikke mooi. Daar haal ik mijn ambitie vandaan en daar haal ik mijn bevrediging vandaan. Wat doe je nou nog precies op dit moment? Ik ben trainercoach bij Tilburg hierheen. Wij strijden tegen degradatie, staan momenteel onderaan. Voor mij een nieuwe gewaarwording, maar ook een nieuwe uitdaging. En we proberen deze week om toch klassenbehoud te doen, de hoofdklasse te blijven. Door middel van play-outs. Dus ja, we zijn nog steeds actief in het hockeywereldje. En ik geef nog op de woensdagavond hier een van MEP nog een dubbeltraining. Dus ik blijf bezig. Kun je mij kort vertellen waarom het MEP zoveel succes heeft gehad met het aanleveren van goede spelers, vooral in het Nederlands elftal, door de jaren heen? Wat zit erachter? Wat is er bij MEP dat dat kan? Nou, wat ik zelf ervaren is, we hebben hier natuurlijk toch 11 tot 12 jaar hoofdklasse hockey gespeeld. Met een aantal kerels die bereid waren een mouw op te stropen en die ook op dat moment echt goed hockey speelden. Nou, die kennis en die kunde is in deze club gebleven. Die is van generatie op generatie overgeheveld en doorgegeven. Waardoor de jeugd hier door relatief goede trainer coaches opgeleid worden. En als je als de jeugd, vind ik op vroege termijn al wordt geconfronteerd met goede trainers, dan leer je ook de zaken die je later nodig hebt in het tophockey. En nu Erik Verboom loopt hier rond, ik geef hier een training, Harry Delmeij is iemand geweest die hier heel veel training heeft gegeven. Het is belangrijk, en dat is de kracht van deze club, dat mensen die of als speler of als trainercoach groot geworden zijn, toch weer terugkomen naar deze club, omdat ze iets hebben. Dat is de familiaire sfeer en de ambitie die deze club heeft. En toch bereid zijn daar weer veel tijd en energie in de jeugd te steken. Ja, en zo hou je die kennis en kunde, hou je up-to-date en die kennis en kunde hou je ook in deze club. Dus ja, dat blijft nog zo. Dat is, en dat is ook het mooie. Okay. Bedankt. En toch nog succes met Tilburg dan. Dank je, we zullen het nodig hebben. Dank je. Even voor de trainercoach een heel hard applaus. Die hebben het gigantisch gedaan zonder hun dat niet kunnen. Hard applaus. En een beetje voor jou nog harder applaus. Kijk, dat bedoel ik. En dan hebben we nog 3 kanjes. Die speciaal voor jullie hier naartoe gekomen zijn om het mooie programma en jullie bezig gehouden hebben. Heb je ervan genoten? Ja! Heb je er iets van geleerd van die jongens? Ja! Wat dan? Sjoerdje. Hoppje, zo is het. Juist antwoord. Ook voor deze 3 kanjes een heel groot applaus. Hans de Koning, vrijwilliger bij het koersballen. Jij kunt het spel helemaal uitleggen, heb ik begrepen. Ik zal mijn best doen. Nou, het bestaat namelijk uit een buutje, dat is de witte bal. En de witte bal die wordt gerold naar de andere kant van de mat. En als die achter de witte lijn komt, dan noemen wij de hemel. Dan krijgt in ieder geval degene die de balletje erin gooit 1 punt. Alle ballen die dan kortst erbij liggen, die tellen dan dubbel. Dus dan krijgen ze 2 punten. Dus het balletje gooi ik nou richting de streep daarachter en dan kijk hoe ver dat kan komen. Nou, misschien niet in de hemel, want hij is aan de zachte kant, maar dat maakt niet uit. Dan hebben we
hier de ballen, die zijn niet helemaal rond, die zijn een beetje ovaal. En aan de ene kant hebben we dus een aantal ringen. Dat is de bal is daar het zwaarste. De andere kant is lichter. En zo gauw als je die bal in een rechte lijn gooit, dan is wel heel de bedoeling dat je een rechte lijn gooit. Want dan zet je hem dwars en krijg je zogenaamd een huppeltrutje, noemen we dat. Maar als je dus recht gooit, met de zwaarste kant aan de rechterkant, dan gooi ik naar de rechterkant van de baan. Zo gauw als hij langzamer gaat rollen, dan gaat hij koersen. Dat is dan juist de bedoeling om dan bij het buutje te komen. Dus ik ga nou een poging doen. Vandaar dat de koersbal heet. Kijk, nou rolt hij zo naar het buutje toe. Dan koerst hij ernaar. Maar je kan ook, iemand die linkshandig is, die kan andersom gooien. Maar ik kan ook backhand gooien met mijn rechterhand. Maar dan zorg ik dat de zwaartekant aan de linkerkant van de baan zit. En dan gooi ik precies de andere kant uit. Dus dan rolt hij dadelijk naar rechts om. Dus dat ga ik nou proberen. Kijk, en dan gaat hij naartoe en dan koerst hij naar die kant toe. En zo kun je dus proberen de ballen zo kort mogelijk erbij te krijgen. Het lukt me niet altijd hoor. Maar ik wil nog wel een poging doen. Heb ik het goed dat ik net de deelnemers het beter heb zien doen? Dat is best mogelijk. Ik ben ook maar een amateur hoor. En ik probeer het zo goed mogelijk voor de mensen te doen. Maar ik doe nog een poging. Ik zie in ieder geval een kwaliteitsverschil. Kijk, en als nou de ballen zo erbij liggen. En dan moet ik even Paul roepen dat je aan de achterkant gaat staan. Want als die bal heel goed ligt, dan kan dus de tegenpartij zeggen van nou, ik vind die bal ligt te goed. Ik wil die weg hebben, want ik wil beter gaan liggen. Dan mag de tegenpartij, die dus de andere kleur bal heeft, die mag dus een hardere bal spelen en proberen die bal weg te spelen. Dat mag. Dus ik ga dat gewoon proberen. Maar dan moet ik wel harder gooien, want anders koerst die bal en dat moet jou juist niet. Hij moet de rechte lijn volgen. Dus dan gaat hij nu, hè. Nou, deze is fout. Ik doe het nog een keer. Nog mis. Nou, laatste poging. Nee. Maakt niet uit. Maar dat is de bedoeling van het spel. Oké, Hans. En jij bent hier vrijwilliger. Ja. Waarom ben je hier vrijwilliger geworden en niet op een andere plaats? Ik ben vrijwilliger geworden. Ik had me eigenlijk opgegeven voor de chauffeur van de Eldergroep, de bus te rijden. Maar van Molenweide zouden ze me dus een contract aanbieden. Maar omdat dus hier mijn geroepen werd om mee te gaan met de rolstoelers naar het Action, ben ik daarop ingegaan. En toen kwam Marinel en die zegt tegen mij, heb jij al een contract? Ik zeg, nou nee, dat niet. Toen zegt ze tegen mij, dan kom jij maar eens mee. Dan zal ik jou eens even een contract geven. Vandaar dat ik hier een contract getekend heb. En bevalt me prima. Ik merk aan jou dat jij er heel veel plezier in hebt. Zeker. We hebben vanavond staan te kijken. Ik merk overigens dat het plezier van jou helemaal overslaat op de deelnemers. Ja, maar dat is ook de bedoeling. Die mensen moeten lol hebben. Daar gaat het om. Ja. En wij hebben er ook lol in. Ja, maar dat de mensen dus zijn bezig. En dat is een doel dat wij nastreven. En als hun plezier hebben, hebben wij plezier. Maar naast de lol zag ik dat jij ook heel serieus bezig bent met de administratie bij te houden. Ja. Want het moet precies, heb ik gezien, net bijgehouden worden. Ja, er zit toch een beetje onderlinge strijd tussen de deelnemers. En, want ooit dan zeggen ze, ja, maar ik heb altijd dezelfde. Dus we hebben nou besloten om steeds te wisselen. Dat we niet steeds dezelfde koppels hebben. Of de mensen onderling tegen elkaar, dat kan ook. Alleen dan komen we in tijdnood. Dus als we 10 mensen hebben, zoals nu, dan gaan we koppels maken. En dan gaan we de koppels iedere keer wisselen. En dan zeg je, ja, maar daar mevrouw Verijzingen bijvoorbeeld, die zegt, ik heb een keer voor haar meegedaan om in te vallen. Dan zeg je, ja, maar jou heb ik ook niks. Dus op het later van de avond, hebben we net gezien, hè? Later op de avond heb ik dat even rechtgezet. Maar dat is gewoon de lol die we er dan in kunnen krijgen om de mensen gewoon een plezierige avond te gunnen. Nou, ik vind het prachtig, zoals jij, maar ook Paul, die zult direct ook nog een paar vragen stellen, ja, zoals jullie dat doen. Geweldig. Ja. En ik denk dat ze daar wel een applaus voor geven. Ja, dat dacht ik ook al. Okay. Femke Lagerwey, bestuurslid en communicatiemedewerker van MEP. Wat is er vandaag allemaal te doen? Vertel eens.
Vandaag is er een kliniek speciaal voor de D-jeugd. Dat zijn de kinderen uit groep 7-8 van de basisschool. En deze kliniek die is vandaag mede mogelijk gemaakt door een aantal ouders die deze kliniek hebben gekocht op de veiling vorig jaar, waarvan de opbrengst aan ons clubhuis ten goede is gekomen. Maar ik zie hier hele bekende hockeyers rondlopen. Dat klopt. Deze kliniek wordt verzorgd door drie oud-mappers die inmiddels in het Nederlands elftal spelen. Glenn Schuurman, Jelle Galema en Roel Bovendeert. Onder leiding van Roger van Gent, ook een oud-mapper die ook nog veel voor de club doet. En die dit vandaag hier organiseren. En kun je iets meer vertellen wat ze nou eigenlijk precies gaan doen dan? Ze krijgen vandaag allerlei oefeningen waarin goed wordt gelet op de techniek en op de tactiek om nog beter te worden in het hockeyspel. En dat is natuurlijk altijd het allerleukste als je dat krijgt van jongens die in het Nederlands elftal spelen. Want voor veel kinderen is dat toch ook een droom. Is dit een regelmatig festijn, jaarlijks of is dit echt eenmalig? Dit is nu eenmalig, maar vorig jaar zijn ook twee internationals hier geweest om ook een kliniek te verzorgen. Dus we willen dit wel, proberen dit wel meerdere, in ieder geval jaarlijks terug te laten komen. Alleen dat zijn we natuurlijk wel altijd afhankelijk van financiële middelen om dit ook mogelijk te maken. Wij doen mee aan een pilot van de KNHB om gezonde sportkantine te zijn. Dus dat houdt in dat wij sinds afgelopen zondag een wat aangepast uitgebreider assortiment hebben. Naast de gewone vette snacks zoals een broodje hamburger, ook een broodje gezond. En we hebben fruit in het assortiment, gezondere drankjes. Om op die manier bij de kinderen te promoten dat ze wat gezonder, om daar wat aandacht voor te vragen. Afgelopen zondag hebben we hier onder grote belangstelling de velden en het clubhuis geopend. Het was een enorme, fantastische dag. Heel veel belangstelling. Er zijn ook ereleden benoemd. En wat ook wel bijzonder was, was dat aan drie mensen die al erelid zijn, die heel veel voor de club hebben gedaan, die hebben een boom aangeboden gekregen. Want het idee is, ook eigenlijk met het oog op die gezonde sportkantine, om een boomgaard te gaan planten hier. Waar dus over een tijd dat de kinderen dan ook gewoon lekker een appeltje kunnen plukken en dat lekker op kunnen eten. Om ook weer die gezonde sportkantine nog beter te promoten. Jullie hebben heel veel jeugdleden. Je merkt het gewoon dat heel veel kinderen uit Boxtel de hockeysport beoefenen. Vaak in tegenstelling tot andere plaatsen. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? We zijn een bloeiende vereniging. We organiseren ook heel veel voor de jeugd. Bij ons kunnen de kinderen vanaf 3 jaar al komen kennismaken met het hockey. Daarnaast organiseren we voor scholen hockey. We hebben kennismakingstrainingen. Dus we proberen op die manier het hockey voor alle kinderen in Boxtel toegankelijk te maken. We organiseren ook nog Koningshockey. Dus op Koningsdag wordt er hier een scholenhockeytoernooi georganiseerd. En op die manier proberen we de kinderen enthousiast te maken voor het hockey en hopen dat ze allemaal lid worden. En dat lukt goed dus? Dat lukt aardig. Ja, het kan altijd beter natuurlijk. We merken dat met name in de jongenslijn er veel alternatieven voor jongens zijn. Waardoor we heel graag zouden willen dat er nog meer jongens lid worden. Maar ook daarvoor gaan we specifiek voor die jongens andere activiteiten organiseren. Wat let je om nu recht in de camera kijkend dan een oproep te doen? Hallo! Wil je komen hockeyen bij MIP? Kom een keertje kennismaken. In mei organiseren we een aantal kennismakingstrainingen. Verschillende scholen komen hier op bezoek. Dus kom eens lekker kijken en word enthousiast voor hockey en geef je lekker op. Paul Bolij, jij bent ook hier bezig als vrijwilliger. Hoe komt dat zo? Nou, ik werd gevraagd door iemand, maar ook heel veel vaak mijn vis. Want die het met hem deed, die moest uitvallen vanwege zijn gezondheid. Hij zei, dat is iets voor jou. Ik zeg, dat is goed, dat is iets voor mij. Dus ik heb me aangemeld en ik kon meteen beginnen. Dus, het is heel leuk om te doen. Ja, dat wou ik net vragen. Wat vind je er eigenlijk van? Ja, het is heel leuk. Het geeft heel veel voldoening. Ja, als ik s'avonds naar huis ga, dan denk ik zo, weer een fijne avond gehad. Dus. Jij staat hier ook de hele avond te lachen en te glunderen en grapjes te maken met de mensen. Erbij. Ik heb altijd goede zin, dus dat moet ik ook uitstralen dan. Doe je dan meer vrijwilligerswerk of is dit... Alleen op Simeonshof,
Maar ik ben wel heel vaak hier. Als er iets georganiseerd is, een muziekavond, muziekmiddag of een vakantieweek, dan ben ik ook altijd hier. Dus zoveel mogelijk. En zelf, sport je zelf ook nog? Ik doe fietsen en vissen. Maar dat is niet echt. Vissen, word je moe van? Nee, nee. Dat hoeft ook niet. Maar dat geeft wel heel veel rust, vissen. Dus. Ja, maar dat valt mij ook op. Hè. Hier heb je ook toch een bepaalde... Je bent heel actief bezig. Hè, en er kan geen bal opgehaald moeten worden of je gaat het doen. Maar je hebt ook een bepaalde rust straal je uit. Ja, nou, het is ook... We hebben hier een hele fijne groep vrijwilligers waar ik mee samenwerk. En dat is echt heel prettig. Er is niemand die half uit de boot valt, zal ik maar zeggen. Het is allemaal één. Dus. Bedankt. Okay. Voor mij zitten drie oranje mannen. Drie internationals die begonnen zijn en opgeleid zijn bij MEP. Vertel eens, hoe gaat dat nou? Opgeleid worden bij MEP? Ja, we hebben het geluk gehad dat we hier opgeleid zijn. Als je nu ziet, dan zijn er veel ouders die hier training geven. En wij hebben het geluk gehad dat we toen de tijd Erik Verbomen als coach hadden. En dat is wel belangrijk geweest voor onze ontwikkeling. Ik denk dat het ook wel uniek is dat zo'n klein clubje zo'n groep talenten bij elkaar had. En ook zo'n coach erop heeft gezet. Dus wij mogen van geluk spreken dat we opgeleid zijn bij MEP. Ja. Is dat bij jou hetzelfde? Ja, het is wat Jelle denk ik zegt. We hebben gewoon een heel talentvol team gehad eigenlijk. Sinds de C1, B1. Waar we eigenlijk door zijn gegroeid naar de A1. En elkaar eigenlijk gewoon hebben gepusht zeg maar, naar een hoog niveau. En daaruit zijn gewoon een aantal echt goede spelers gekomen. En MEP heeft altijd gewoon daarin goed gefaciliteerd. Dus daar zijn we heel tevreden over geweest. Maar ook jij bent ook getraind door Erik Verboom? Ja, zeker. Eigenlijk vanaf de B1 is Erik ons echt gaan trainen. Ik denk op een gegeven moment ook gewoon vier keer per week. Dat was best wel uniek voor een B1 team. Dus Erik toptrainer, nu assistent trainer van Nels team. Dus daar hebben we gewoon geluk mee gehad eigenlijk. Je hebt nu een andere trainer. En bij Bloemendaal. Iets anders dan Erik Verboom? Ja, zeker. Nou, laat voorop staan dat hij is een Engelsman. Dus de communicatie is sowieso wat anders. Maar nee, dat is zeker een andere relatie dan wat wij met Erik hadden. Ik denk dat wij gingen al een tijdje mee met Erik. En die is los van een coach, was hij ook heel erg betrokken bij het team en bij de spelersgroep die hij toen had. En dat is wel een unieke relatie die je niet zomaar met iedere coach hebt, nee. Maar nou ben jij met een andere sport begonnen vroeger? Ja, het klopt. Nou ja, goed, ik heb sowieso toen ik wat jonger was, hebben meerdere experimenten gehad eigenlijk met wat meerdere sporten. Maar ik heb een lange tijd gebreakdanced en ik denk dat je daarop bedoelt. En ja, daar heb ik lange tijd voor gehouden, maar op een gegeven moment was dat niet meer te combineren. En heb ik eigenlijk alles moeten laten gaan voor het hockey. Maar dan ga je hockeyen dus. Waarom de keuze voor hockey? Nou goed, ik ben van jongs af aan opgezet eigenlijk. We hebben echt een hockeyfamilie. En nou goed, dat zo is een beetje erin gerold. Ik ben van jongs af aan eigenlijk hier op de velden bij MEP al te vinden. En dat is nooit meer weggaan. Ik vind het speltje heel leuk. En eigenlijk alle redenen om hier eigenlijk te focussen. Jij bent ook bij Bloemendaal nu. En in het nationale elftal. Ja, op het moment niet eigenlijk. Ik heb in december vorig jaar toen heb ik gedebuteerd op de Champions Trophy. Toen heb ik er een jaar eigenlijk bij gezeten en nu is er een traject richting het WK deze zomer. Waarvoor ik niet geselecteerd ben helaas. Maar goed, wel een goede periode terug, veel geleerd en ik hoop na het WK er weer bij te zitten. Maar hoe komt dat niet geselecteerd? Zijn er anderen beter of moet jij je nog verbeteren? Ik denk op beide vlakken. Er is altijd ruimte voor verbetering. Maar waarom ik niet geselecteerd ben, ligt niet in mijn handen. Of ja, in ieder geval heb ik wel in de hand. Maar die keuze maakt de bondscoach uiteindelijk. Dus hij vindt dat er anderen beter zijn. Nou, accepteren en je best doen. En jij bent wel geselecteerd? Ja, klopt. Ja, ik heb het geluk dat ik er weer bij zit. Ja. En het is gewoon een grote groep, 24 man. En waarvan uiteindelijk 18 naar het WK gaan. En, ja, we gaan het zien over een WK's van over 6 weken. En het wordt lastig, maar we gaan er alles aan doen en wie weet. Nou ben jij niet zo ver weggegaan, jij bent naar Eindhoven gegaan, naar Oranje Zwart.
Ja, klopt. Toen ik hier bij Mesh speelde, was de hoofdcoach van Oranje Zwart, was toen uit Roger van Gent, waarmee ik de kliniek heb gedaan. Dus er was nog wel een dun lijntje. Uiteindelijk een paar keer met Roger gesproken en het voelde goed. Ik vond het ook wel fijn om hier nog in Brabant te blijven. Uiteindelijk heb ik de stap nou gezet gemaakt en ik voel me goed bij. Roel, en hoe zit het met jouw selectie? Nou goed, ik heb een lange periode bij Jong Oranje gehad. Afgelopen een paar maanden geleden hebben we daar nog het WK mee gespeeld. Dus daar heb ik eigenlijk altijd mijn focus op gehad. Daarvoor wel een tijdje bij de Nederlandse selectie gezeten als bij de trainingsgroep. Maar eigenlijk precies hetzelfde geval als bij Glenn. Niet in het traject naar het WK toe, maar wel de hoop en ook wel de verwachting om eigenlijk na het WK aan te sluiten bij de groep. Nou zijn jullie vandaag weer alle drie terug bij MEP. Daar zit toch iets dan, hè, bij jullie? Ja, kijk, hoe je het bent verkeerd. We hebben hier het grootste deel van ons hockeyleven hebben hier ook, doorgebracht. En ook eigenlijk wel met z'n drieën. We alle drie ongeveer bij hetzelfde team zo lopen. Ja, als je hier komt, het voelt toch wel een beetje als thuiskomen. Het is natuurlijk wel een ander clubhuis. Maar als je hier komt, dan komen de herinneringen vanzelf weer boven. En het is altijd leuk om die dingen weer op te halen. En weer op je eigen club, op je oude clubje te zijn. Waar jij woont nu in? Boksel. Je woont in Boksel? Ja, zou ik niet zeggen, maar nee, ik voel me hier prima. Ik heb die drang nu niet echt zo om naar het westen te gaan of zo, of naar de stad. Nee, blijf maar lekker hier hoor. Ja, ik blijf lekker hier. Ja. Maar jij niet meer in Boksel? Nee, inderdaad. Om mijn 18e eigenlijk wou ik heel graag in Amsterdam studeren. Toen degradeerde ik toevallig met het Heren 1 team, wat heel erg jammer was. Toevallig dat jaar ook, toen kwam Bloemendaal en die benaderde mij. Nou ja, goed, ik wou in Amsterdam studeren, ik kon daar gaan wonen en met Bloemendaal spelen. Dus voor mij was het 1-1-2. Was jij dat die voor de Johan Cruijff opleiding bezig was? Ja. Heb je dat afgerond ondertussen of hoe zit dat? Ja, ik zit in mijn laatste jaar. Ik ga in augustus ga ik afstudeerstage lopen. Dus ik hoop begin 2015 mijn studie afgerond te hebben. In principe doen we allemaal Johan Cruijff, Jelle, Johan Cruijff College en wij twee University. Dus dat loopt goed en ik hoop dat ze af te ronden. En wat is het doel van die opleidingen van jullie dan? Nou goed, het is een commerciële economieopleiding en ook met betrekking tot sportmarketing. Het fijne van die studie is dat je gewoon je sportverrichting eigenlijk kunt combineren met je studie. Er zijn nu eenmaal wel voorval dat wij lange tijd weg moeten voor toernooien of voor belangrijke trainingen. Dan moet toch studie wijken. Dat is toch wel fijn. Met die studie kan alles afgestemd worden, zodat je eigenlijk wel binnen het normale traject kunt afstuderen. Drie vrienden zitten hier. Maar die zijn morgen tegenstander van elkaar. En Oranje-Zwart gaat winnen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wij staan bovenaan en we hebben het onwijs goed gedaan gedurende de competitie. Alleen, we hebben nog 2 weken te spelen. We staan bovenaan, Bloemendaal staat vierde en het wordt een mooie clash. Alleen ik denk ook wel dat wij uiteindelijk de winnaar zullen zijn. Ook van de competitie overigens, maar daar hebben we nog wel een andere keer met z'n over. Dat is duidelijk dus, Glenn. Ja, ik denk wij zijn zeker in de winning mood. We hebben een goede week achter de rug. Ik denk 5 duels gespeeld, 5 keer gewonnen. Volgens mij heeft geen één team dat gedaan op dit moment. Dus ik heb alle vertrouwen in, helemaal op eigen veld. Echt onverslaanbaar in de tweede seizoenshelft. Dus heel veel zin in morgen. Kijk naar uit. Dan wordt het gelijk spel dus. Zou je bijna denken. OZ heeft het heel goed gedaan. En die heeft vooral eerste competitiehelft de punten gepakt. Waar wij het een beetje nagelaten hebben. Dus wij hebben iets moeilijke positie gehad tweede seizoenshelft. Maar goed, de Glenn zei, we zijn in de winning mood. En OZ is een goed team. Dus het kan eigenlijk alle kanten op, denk ik. Als je morgen je vriend tegenkomt, geef je hem dan ook een goede set? Of maakt hij iets uit? Op het veld zijn we even geen vrienden. Ik bedoel, 17 minuten lang gaat het om iets anders. En daarna drinken we een drankje naar de wedstrijd, dan is het prima. Maar die gedurende 70 minuten zijn we even geen vrienden. Okay. Ik zag net Erik van Boom hier achter me staan. Die kwam toch heel benieuwd naar jullie kijken. Nog steeds vriend van jullie, denk ik. Ondanks het feit dat ik hoor dat het een hele strenge trainer is. Klopt dat? Ja, ik raakte bijna al een beetje van mijn apropos toen hij daar ging staan. Dus inderdaad een hele strenge training geweest, maar daardoor zijn we denk ik wel gepusht zeg maar, naar een hoger level als het ware. Dus het is alleen maar goed geweest en nu kijk ik met een glimlach heel terug. Ja. Erik, misschien mag ik het jou nog even vragen, als je even hier komt, dan kan ik over jou wat roddelen. Is dat zo? Ik was even afgeleid, sorry. Buiten het feit dat hun vertelde dat jij een geweldige trainer bent, op mijn vraag of jij een strenge trainer was,
was ook min of meer bevestigend. Ja, ik denk dat, dat die jongens dan teruggaan in hun gedachten die ze toen hadden. En toen was ik natuurlijk heel streng voor ze. Ik denk dat ze er nu af en toe iets anders over denken. En ze denken van, ja, misschien is het toch wel goed geweest. Ik weet het niet wat ze antwoord hebben. Maar jij moet toch wel heel trots zijn wat die jongens bereikt hebben tot op dit moment. Ja, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk dat ze spelen waar ze nu spelen. Maar het einde is nog niet in zicht. Althans, dat hoop ik voor de jongens, dat het nog verder gaat. Dankjewel. Ja, oké. Ik wens jullie heel veel succes. En ik hoop jullie vaak nog in Boksel te zien. Jij blijft er wonen. Jullie komen ongetwijfeld terug. En straks nog bij de veteranen bij MEP of zo. Maar we hopen jullie terug te zien. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Mevrouw Verijsingen, u bent hier vanavond mee aan het doen met de koersbal. Ja, we vinden het iedere week nog heel leuk om naar hier te komen. En of we nou winnen of niet, we willen wel proberen te winnen. Maar dat lukt niet altijd, maar dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Ik wil zeggen, iedereen die moet dus winnen, want niet altijd dezelfde. Dat is op zich al niet leuk eigenlijk. Hè? Woont u hier in het verzorgingshuis of in de aanleunwoning? Ten Breukelen, ja. Oh, u woont in Ten Breukelen. Ten Breukelen, ja. En daar zit ik heel rustig. En op mezelf, ik kan ook nog veel dingen zelf, dus wat dat betreft is het toch nog wel leuk om dan hier nog bezig te kunnen zijn, ja. Komt u ook naar de bewegingslessen of nog naar andere dingen? Oh, ik ben bij op de gym, bij Ursula, en ik ben bij het golven, en ik ben bij het handwerken, en ik ben bij het koersbal. Een sportieve, bezige vrouw dus? Probeer ik wel te zijn, ja. En of dat altijd lukt, dat is niet zeker, maar dat maakt niet uit, hè. Okay. Ik wil zeggen, je doet het altijd wel om toch eruit te zijn. En je hebt toch bezigheid en je hebt ook contact met andere mensen. Dat is op zich al wel heel leuk. Ja. Mevrouw van der Zanden, en? Ja. U vindt het net zo leuk, weet ik. Ja, ik vind het net zo leuk. We hebben, ik zei al, een mooie club. Zo, het wordt georganiseerd. Ik vind het fijn dat wij mee mogen doen van buiten. Hè? Wij zitten in de alleenwoningen. Dus dat vind ik fijn dat we ons ook de mogelijkheid is gegeven om mee te doen zo, want ik ga eigenlijk uit hier van Siemenshof, dus dat vind ik fantastisch. Dus, eerst hebben we buiten gedaan, hè, koersballen, of Schöne de Boel, maar toen was het in de zomerdag dik, die dag, donderdag deden wij de donderdag s'avonds, en het was dik slecht weer, en dan waren we de gang en begon er weer te regenen, dus toen hebben ze hier wel gekozen om binnen te doen. En dat vind ik wel fijn. Dan kunnen winter en zomer. Hè? Dus ik vind het fijne dingen. Ik ben ook altijd heel sportief geweest. Dus overal meegedaan. Dus, Maar ik heb u net bezig gezien. Ik heb toch het idee dat u meedoet om te winnen. Oh, ja. Ik zei het net al. Ik denk dat wij de troostprijs hebben. Dat is niet leuk. Die moet ook iemand hebben. Maar ja, we hebben toch eentje van afgemaakt. Dus, ik heb één punt. Ja, ik zag namelijk ik zag een hele goede bal gooien. En toen zag ik u heel trots rondkijken van kijk eens wat ik kan. Ja, maar ik moet er geluk bij hebben, hè. Er hoort overal bij, ben ik geluk bij. Maar zonder geluk valt niemand wel. Dus, Mevrouw van der Loo, ik zag u ook heel fanatiek bezig. Dat wil ik wel, maar dat kan altijd niet. En dat lukt ook niet altijd. En waarom niet? Ja, dat het niet goed komt. Nee, we hebben 2 jaar hebben wij op de renmeester gewoond. Ja, en we konden geen van tweeën niks meer. En nu zijn we hier gekomen. En we sporten en we doen alles mee. Ja, oké. Maar dat sporten is dus heel belangrijk, want daar gaat het over. Dit is een sportprogramma, dit. Gezelligheid met elkaar, onder elkaar, weet je niet. En de vrijwilligers ook allemaal. Ze staan altijd voor hun klaar, weet je niet. Wat doet u nog meer, behalve koersbal dan, om te bewegen? Golven. En nu zijn we ook bij de gym gegaan. Dus wij proberen alles mee te doen. Dat is wel heel belangrijk. En proberen ook niet jong te worden. Piepjong te worden? Ja? Dat proberen we. Maar u kunt wel tegen uw verlies bij de koersbal? Ik kan overal tegen. Ja. Ik heb een brede rug, dat kan veel. Maar uw man die staat u aan te moedigen, volgens mij. Nee, want ze zegt wel als ik moet gooien, hè. Kees gooit niet zo hard.
Nou, niet zij in de buurt, ze gooit nog veel harder dan ik. Ja. En dan gaan we de bal gaan, dan gaan we laten. Dat heeft mij ook veel gebeurd. In het begin gingen ze gelijk van de mat af. Maar nu wordt het allemaal zacht, een beetje beter. Maar, ik dank het door aan Nellies. Want die heeft er een keer goed voor gedaan. En doet ze nog. Maar geen ruzie samen dadelijk? Nee. Die tijd hebben we gehad. Ja. Maar u kunt dus ook tegen verlies? Oh, heel makkelijk. Ja, want ik zag dat u niet zo goed gooide. Of vergis ik me nou? Heel goed gegooid vandaag. 4-5 punten hadden we. Dus je moet niet liegen. Hè? Nee, maar ik heb er geen verstand van. Maar ik zag dat zo. Ik meen allemaal dat uw vrouw beter gooide. Ik heb gezegd. Dankjewel allemaal. Hè. We hebben op de vierde plaats koppel 4. Ja, met 6 punten. En op de derde plaats hebben we koppel 2. Ja, dat zijn jullie. En jullie hebben 10 punten. En op de tweede plaats hebben we koppel 1. Ja, 11 punten. Ja. En dan hebben we op een gedeelde eerste plaats hebben we koppel 3 en koppel 5. Maar allebei met 15 punten. Hoi! En ook koffie. Jacob! En weer geen 14. Kijk eens, gewoon koffie. Troost ons maar, Marino. Geeft toch niks, jij hebt toch gespeeld. Is ook goed.